Toen Poenda te klein werd, moest er uitgebreid worden. Dat gebeurde in een tijd dat de zaken goed gingen en de rijke, veelal Joodse zakenlieden lieten in de nieuwe wijk Pieter Maai, net buiten de stadspoort, grote luxe huizen bouwen. In de loop der tijd trad verval in, maar vooral de laatste jaren is de buurt weer in opkomst. Er worden veel huizen gerestaureerd en in oude glorie hersteld. Waar het ene huis al klaar is, is het andere nog niet aan de beurt gekomen. En dus heb je oud en nieuw naast elkaar. Maar er wordt hard aan gewerkt om van heel Pieter Maai weer een feest van kleur te maken. In Pieter Maai staat ook de mooie kathedraal. Ook die is weer in zachte pasteltinten uitgevoerd en nodigt uit om binnen te gaan in het ruime en vrolijke interieur. Naast de kathedraal is een groot kerkhof. Hier worden de overledenen niet in de grond, maar bovengronds begraven, in een soort cassettesysteem. Want de aarde is hier keihard en zo hoeft er minder gegraven te worden. Het klooster van de kathedraal is veranderd in een boutiquehotel. Pal achter de kathedraal vind je de Cura di Arte, in het gebouw van het vroegere Sint-Albertus College. Op deze kunstacademie wordt je het toveren met vormen, kleuren en materialen bijgebracht.